Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Derailleur, de wielerpodcast van Pix Sports. We staan voor de kampioenschapsmaand in het veldrijden, de nationale kampioenschappen in zowat heel Europa. En begin februari het WK in Tabor in Tsjechië. Daarom twee gasten met een wereldtitel op hun palmares. Bart Aernouts, junioren wereldkampioen van 2000 in Sint-Michielsgestel. En Ryan Kamp, geboren in dat jaar 2000 en de wereldkampioen bij de belofte van 4 jaar geleden. Dag mannen. Jullie wonen blijkbaar niet zo ver van elkaar, hè? Aan weerszijden van de Nederlandse grens. Ryan in Roosendaal, Bart in Kalmthout. Toeval. Ja, dat klopt, want ik wist het te laat eigenlijk, want anders hadden we gewoon kunnen samenrijden en dat is er niet van gekomen, dus dat is voor de volgende keer. Ja. Train je wel eens op de wegen in het noorden van de provincie Antwerpen? België is niet echt mijn regio waar ik graag train. Liever de mooie gladde asfalten van Nederland. Ja, dat geloof ik. Het is een echt fietsland, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Wat voor een renner is Ryan Kamp, Bart? Hoe moeten we hem zien als renner? Ik denk nog bezig in de opbouw naar de allerbeste Ryan. Dus ik denk niet dat we kunnen zeggen dat hij al op zijn, qua leeftijd, fysiek, op zijn allersterkste is. Maar bezig tussen de profs aan een weg naar boven die zeker niet simpel is. En ik situeer hem, ik denk niet dat ik er iets verkeerd mee zeg, in het groepje eigenlijk dat probeert aansluiting te maken achter de mannen die winnen, die vrij makkelijk op het podium geraken. Er is ook een heel groepje daarachter, vaak waar de iets jongere profs nog. Maar die mannen zijn wel elkaar waard. En de ene, ja, bijvoorbeeld een Niels van de Putten, steekt er dit jaar ietsje beter in dat groepje bovenuit. Vaak heel dicht bij het podium, net erachter. Bij Rijn was dat dan een paar jaar of 2 jaar geleden, of vorig jaar, vooral dat hij daar op die plek al zat. Dus ja, daar op de weg aan het timmeren, denk ik, op die positie. Ja, om dichterbij te komen. En heel ver is dat verschil niet, maar ja, het is er wel een beetje. En die laatste stapjes zijn niet gemakkelijk. Ja, je bent 23, Ryan. Klopt. En dit seizoen rijd je eigenlijk bijna in elke wereldbekerwedstrijd top 10. En toch verliep de zoektocht naar een nieuwe ploeg heel moeizaam. Dat mogen we gerust zeggen. Hoe is dat verlopen? Vertel nog eens. Doe het verhaal nog eens. Ja, verbazendwekkend. Ik wist natuurlijk dat ik eindelijk contract was. Dus, bij de ploeg van Jurgen Mettenpenning, ja, voor alle duidelijkheid. Ja. En natuurlijk ga je dan altijd al wel polsen en ja, praten mag altijd natuurlijk. Alleen ik wist pas echt begin december dat ze me echt niet gingen verlengen. Toen was het heel moeilijk. En ook vooral omdat jij zegt, bijna elke wereldbeker top 10. En afgelopen weken waren iets minder. Maar ja, dat was denk ik ook meer een mentale kwestie dan een lichamelijke kwestie. Maar ja, het was heel frustrerend om niks te kunnen vinden, terwijl de prestaties wel gewoon daar waren. Ja. Ja, en toch komt er dan een oplossing in laatste instantie. Gelukkig. Via de Gebroeders Roodhooft. Ja, zeker. Ja, dus, ik had ook bij hun al gepolst, maar ook bij hun was het antwoord geen plek. Geloven in andere jongens, waar we in blijven vertrouwen. Maar ze zeiden wel gelijk van, ja, weet je wat? Als je nou echt niks kan vinden, dan vinden we het wel heel zonde van een renner als Ryan Kamp, zoals Bart net al zei, van nog niet in de beste jaren van zijn carrière. Dus we willen je wel gaan helpen dan. Nou ja, puntje bij paaltje, gelukkig zover gekomen. Ja. En dan is er een constructie opgezet om een eenmansploeg uit de grond te stampen met een fietsenconstructeur. Dat is Colnago, ja, het Italiaanse merk. En ook het merk Campagnolo van de versnellingsapparaten. Ja, inderdaad. Ook al een geweldige staat van dienst in het wielrennen, absoluut, die twee merken. En die zijn je dan gaan ondersteunen via de Gebroeders Roodhooft. Ja. Zo is het eigenlijk geconstrueerd. Ja, eigenlijk kan je het nog niet eens echt een eenmansploeg noemen eigenlijk. Het is echt gewoon op individuele basis. Ik heb ook gewoon mijn licentie, aangevraagd bij de vereniging waar ik vroeger gefietst heb. Omdat ik ook echt niet bij de Gebroeders Roodhooft onder de UCI val, zeg maar. Maar ze ondersteunen mij wel in alles. Net als aanstaande dinsdag vertrek ik met hun ook op stage. En inderdaad, hun hebben wel de sponsoren, tenminste de 2 sponsoren die er momenteel zijn, Colnago en Campiolo, geregeld. Ja. Dus je bent ook nog op zoek naar een shirtsponsor? Absoluut, ja. Ja, zeker. Want de voorbije wedstrijden zagen we je in, wat ook wel mooi is, in een volledig zwarte outfit. Ja, compleet zwart. Ik vind het zelf ook wel gaaf eigenlijk, ja, maar toch wel liever met een naam op. Ja, dat geloof ik. Ben je die nieuwe fiets al gewend, Ryan? Want het is ook van de ene dag op de andere geweest. Je rijdt Hulst nog op de Ridley van Pauwels Bingel en Baal op de nieuwe fiets. Ja, ja, normaal ben ik altijd wel heel soepel met wegfiets, crossfiets, gravelfiets. Met die overschakeling heb ik weinig moeite mee. Maar ja, ik zit natuurlijk al 5 jaar lang gebeiteld op die Ridley. En dan is het toch in één keer een andere geometrie. En hij stuurt net anders. En... ja, het is dus toch wel wennen, maar het begint wel dag per dag begint het te komen. Ja. Ja, jij hebt daar ook op gereden, hè Bart, bij Rabobank op Colnago, toch? Ja, ja, absoluut. Dat waren toen... ik begon op een aluminium Colnago crossfiets en dan werd dat de carbonnen. Ja, zo gaandeweg. Op een gegeven moment is dat dan gestopt en werd dat Giant, maar ik heb daar zeker op gereden. Ja. Ja. Maar wat ik me wel nog over die ploegen afvroeg... ik denk, Ryan is ook niet echt alleen, dat waarbij uit de zoektocht wat moeilijk is. Bart Aernouts bijvoorbeeld is ook een renner waar je een paar jaar geleden, die zou fluiten, denk ik, nog een profcontract hebben. Dus je merkt dat het, denk ik, in de ploegen, dat ze wel wat aan de limiet zitten met de budgetten en het aantal renners. En op dat gebied moet je ook soms een beetje geluk hebben. En ja, is dit misschien wel achteraf gezien enkel een tijdje overbruggen, maar komt er wel straks terug een stap naar wel een vast, naar iets meer zekerheid. Ja, ja, absoluut. Dus ja, je merkt toch een beetje dat het nu niet de allergemakkelijkste tijden zijn voor de renners, zal ik maar zeggen, met alle respect, net achter de podiumrijders. Ja. Dus, dan een paar jaar geleden al, met Jens Adel bijvoorbeeld. Absoluut. Zo'n geval. Ja, dat is misschien al wel een paar jaar. En er zijn al wel periodes geweest waar het voor die renners wel wat makkelijker was dan nu. Ja, ja. En dat ongeacht de geweldige publieke belangstelling in de decembercrossen bijvoorbeeld. En ja, daar heb je het gevoel van, de cross is nog altijd booming. En op dat vlak merk je dan van, ai, er zijn toch wel andere problemen en de budgetten zijn helemaal niet... toereikend. Ja, in de topsport is het niet altijd even eerlijk, hè? Je doet er evenveel of misschien wel meer voor. Dus daarom, ik heb ook gigantisch of meer respect voor eigenlijk buiten de winnaars. Alle andere sporters heb ik eigenlijk meer respect voor dan de winnaars. Want ja, die krijgen er eigenlijk wel iets meer voor terug. Maar het geeft wel aan. En inderdaad, het is nog super populair. Dus het kan ook heel snel keren. En het kan ook heel snel met grote sprongen voorwaarts gaan. Dus dat is het voordeel. Want het is verre van dood. En ik zou zeggen, als je Rijn ziet rijden, dan, dat is soms maar eens een fractie van 1% beter. En dat is een wereld van verschil en de trein kan vertrokken zijn. Ja, ik kom nog even terug op die fiets, Ryan. Blijkbaar is dat geen volledige crossfiets, hè? Maar een soort van middenweg tussen gravel en cyclocross? Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk een gravelfiets... die gebruikt kan worden om te crossen en een crossfiets waar je gebruik van kan maken op de gravel. Het is eigenlijk gewoon een combinatie van, ja, klopt. Ja, dus het is ook wel een specifiek product dat Colnago aan jou gebonden heeft. Ja, inderdaad. Het is, ik denk dat de crossfiets zelf bij Colnago al wel een paar jaar uit de schappen is. Maar ik vind hem wel echt sturen en rijden echt als een crossfiets. Dus daar hebben ze de plank niet misgeslagen in elk geval. Nee. Ja. Wout van Aert reed in Zolder ook op zijn gravelfiets. Is dat een nieuwe tendens, Bart? Of is dat, ja, ik ben verre van een specialist in gravel of in ook die fietsen niet. Maar wat je hoort is toch wel dat het, denk ik, ooit vertrokken. Gravelen is eigenlijk ook het veldtoertochten rijden van jaren geleden, toen er nog geen sprake was van mountainbikes. Ja, wat deed je toen met een crossfiets? Of deed je sommigen met een crossfiets door de bossen, stukken weg... grindpaden, tractorpaden. Ja, dat is gravelen, als ik het goed begrijp. Mm-hmm. Ja, dat werd 25 jaar geleden gewoon met een crossfiets gedaan, of 30 jaar. Daarna werden dat allemaal mountainbikes, 29ers. En nu is dat terug een beetje aan het komen. En wordt dat wel, is het absoluut een hype en een, het ding van het moment. Ja, je hebt er ook al een aantal wedstrijden in gereden. Ja, ik heb verschillende gravelwedstrijden gereden afgelopen jaar. Is dat iets waar je in de toekomst ook meer wil aan gaan deelnemen? Ja, ik vind dat wel echt gaaf om te doen eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk een cross, maar dan... Ja, in plaats van een uur aan blok is het 3,5, 4 uur aan blok. Dus dat is wel een beetje de aspecten van een wegkoers, maar dan met de behendigheid en de trucjes van een cross. En dat springt me wel aan. Ja. Ik hoop wel dat ik dat nog een aantal jaar kan doen. Ja. Ja. En prof blijven, dat is uiteraard de bedoeling. Is het ook op termijn mogelijk? Is de kans groot dat jij in een roodhoofdploeg terechtkomt, om het zo te noemen? Door deze constructie nu? Dat kan ik echt niet zeggen. Ze hebben wel gezegd van, kijk, we beginnen met jou nu iets. Zoals we zoveel jaar geleden met Krelan Karendon begonnen zijn. Ook met 1 iemand. En ze zeiden van, ja, wordt het iets? Ja, dan wordt het iets. Maar wordt het niks, dan moeten we naar andere oplossingen gaan zoeken. Mm-hmm. Dus we weten eigenlijk nog niet echt waar we staan op het moment. Maar... De toekomst zal het uitwijzen natuurlijk, maar ze hebben daar wel feeling voor, hè, Bart, bij de mannen van Roodhooft. Want ik herinner me het verhaal van Tim Merlier. Die zat op een bepaald moment ook gewoon zonder ploeg. Die is opgevist door de Gebroeders Roodhooft en die werd hetzelfde jaar Belgisch kampioen op de weg. Absoluut. En je ziet nu, ja, je wordt nog beter. Ze houden iedereen al goed in de gaten, die mannen, want die kennen echt wel veel van koers en van renners. En je zit dan nu al nog een stapje dichter, dus het kan volgens mij heel snel gaan. Maar ja, sport is gewoon hard. En er moeten ook prestaties zijn. En als jij goede uitslagen rijdt of terug de goede periode hebt, dan kan het heel snel keren volgens mij. En dat geldt voor elke... In het wielrennen geldt dat voor elke renner. Hè. Het kan snel gaan, ook als het goed gaat. Ja, heb je ook ambitie op de weg eigenlijk? Ja, zeker. De aankomende jaren nog niet echt, hoor. Maar afgelopen jaar in de zomer, net als in de Balwaze Belgium Tour, ben ik al wel een paar keer kort geweest. En dan met de wetenschap waar je er eigenlijk van tevoren voor gedaan hebt, dan vraagt dat wel naar meer, ja. Maar... Ik denk dat de komende paar jaar dat het nog wel echt gewoon cross zal zijn, wat me het meest aanspreekt. Ja, ook op dat vlak zou het een goede piste zijn, hè, om in een ploeg van de Gebroeders Roodhooft terecht te komen. Absoluut. Ja, voor de moment zit ik daar niet per se bij een ploeg bij hun, maar ik val wel onder de volledige begeleiding van hun. Dus dat doet ook al heel veel, denk ik. Ja, in die complete piramide die zij toch hebben. Want ook op vlak van het vrouwenwielrennen staan zij heel ver met al hun ploegen natuurlijk. Goed mannen, de kampioenschappen die eraan komen de komende maand. Te beginnen met het Nederlands kampioenschap, omdat we hier toch een Nederlander in ons midden hebben, in Hogeveen. Geen Mathieu van der Poel, Ryan, dus gelukkig. Een heel open strijd, gelukkig. Een heel open strijd, dat is iets om naar uit te kijken, ongetwijfeld. Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in. Het parcours is nog een beetje een vraagteken voor mijzelf, omdat ik nog nooit daar geweest ben en volgens mij ook nog nooit echt een cross op hoog niveau gehouden is. Maar ja, ook met de vorst die eraan zit te komen, wordt het toch wel weer iets anders dan dat we de afgelopen weken gewend zijn, denk ik. Ja, en is dat dan jij tegen het blok van de Balwaze Trek Lions, of hoe moeten we dat zien? Ja, het zal zoiets worden. Ja, Van der Haar, Nieuwenhuis, Ronna, dat zijn... De mannen die we daar in de gaten moeten houden. Hoe kijk jij naar hoe die ploeg functioneert dit seizoen? Want die doen het wel uitstekend natuurlijk. Ja, met bewondering. Ik bedoel, normaal is er altijd wel eentje, met name dan de afgelopen jaren, Lars, die er bovenuit steekt. Maar de laatste paar weken en maanden zijn het echt stuk voor stuk. Ook een Ward Huibs die nu in één keer zijn tweede leven gevonden heeft en echt serieus hard aan het fietsen is. Dus... Ja, ze hebben iets in die ploeg gevonden wat werkt en waar ze zich fijn bij voelen. En ja, daar heb ik echt veel respect voor. Maar op een kampioenschap is het natuurlijk ieder voor zich, toch? Het is meestal in een cross ieder voor zich, hè. Daar gaan we ook niet flauw over doen. En in de cross is het nog altijd vele malen makkelijker tegen een blok fietsen dan op de weg natuurlijk, hè. Het hangt heel wel wat af van het parcours. Maar in Nederland, tel even Mathieu van der Poel weg. Maar dan nog is dat een mini-WK eigenlijk, wat een paar jaar terug misschien in België was soms. met de Belgische kampioenschappen. Maar momenteel denk ik dat het niveau misschien in Nederland gaat er misschien wel harder gereden worden dan in België op het nationale kampioenschap veldrijden. Dat merk je op dit moment inderdaad ook wel, hè? Zowel bij de vrouwenelite als de mannenelite, dat Nederland het dominante land is. Ja, zeker. Was er nou in Hulst, geloof ik, hè? Dat voor de eerste keer in zoveel jaar een Nederlands podium was of zo. Ja, ja, en zelfs verder in de top 10, verder in de top 10 ook nog, hè? Dus, ja. Ja, dat merk je wel. Ja. Ja. Voelde je dat ook al aankomen de laatste jaren, Ryan? Ja, zeker. Ja, ik heb in het begin van het seizoen heb ik ook al een paar keer gezegd van... Ik denk dat het een beetje het jaar wordt van mijn leeftijd. Ja, je ziet daar... Aan Pim zie je dat, aan Thibaut zie je het, aan Niels zie je het. Maar ook in Nederland, je ziet echt je ziet gasten naar boven komen drijven waarvan je het een paar jaar geleden niet verwacht had. Bijvoorbeeld een Thibaut ook Rosso, die rijdt ook supergoed momenteel. Dus dat is er ook nog één voor zondag. Maar ja, ik denk dat ze bij Nederland wel hard aan die weg bezig zijn geweest. Ja. Ja, en kunnen we dat herleiden tot die... vermaarde crosstrainingen die al van heel lang worden georganiseerd bij ja, in Alphen. Ja, ja. Ik ben er momenteel zelf nog wel nog steeds actief. Toch nog, ja? Ja, ja. Alleen je merkt wel dat de ploegen steeds meer het heft in eigen handen nemen door echt op woensdag dezelfde crosstrainingen te organiseren. Dus echt zoals ze dan wel eens zeggen, de Nederlandse... hoe zeg je het? De Nederlandse tactiek, de Nederlandse trainingsmethode. Uh-huh. Die is wel een beetje aan het weggaan. Maar het is natuurlijk wel, het begint natuurlijk wel bij als het kleine jongens en kleine meisjes zijn natuurlijk. En daar zijn ze wel echt goed bezig, denk ik. Ben jij er op die manier ook ingerold? Ja, zeker. Ja, ik ben eigenlijk begonnen met fietsen omdat mijn vader gewoon een zondagsfietser was. En bij een vereniging gegaan en dan een keer een crossfietsje gekregen en gaan crossen. En dan, ja, Gerben mij een paar keer aangesproken van, kom eens een keer in Alphen kijken. Gerben de Knegt, voor alle duidelijkheid. Gerben de Knegt, de bondscoach van Nederland. Ja. Ja. Die toen als nieuweling al wel eens zei van, kom eens een keer op Alphen kijken. Waar Bart toen zelfs nog mee reed, want daar hadden we het net even over. En zo word je daar wel als jonge gast word je wel ingerold, ja. Want ja, de profs trainen natuurlijk waar ze moeten trainen. Maar je merkt wel echt de junioren en de beloften. Die rijden daar wel echt als hechte groep elke woensdag samen. Ja. En toch heb je het gevoel dat het veel minder leeft in Nederland, de cross in het algemeen, dan bij ons in Vlaanderen. Hè? Ja. Ja, ik weet niet waar het aan ligt, maar ja, het is wel een immens verschil inderdaad. Ja. Ja. Ik denk in Nederland is er ook gewoon al, en dat is al meer dan 30 jaar, zo die concurrentie van het schaatsen. Ik denk dat dat echt... meer concurrentie is, dat hebben we dan in België niet, of in Vlaanderen dan niet. De populairste periode in het veld, ook in België, is wanneer de voetbal even stil ligt. Dus er is heel weinig concurrentie. In Nederland hebben ze dan nog het schaatsen, waar iedereen toch naar kijkt en de grote namen kent voor op café en op het werk over te spreken. Ja, net zoals het bij ons het veldrijden is, denk ik. Dus er zijn toch wel wat parallellen, maar dat is wel een concurrent van het veldrijden in Nederland, denk ik, voor de populariteit. Ik denk ook dat gewoon het Nederlandse volk is niet echt wieler-minded. Dat is heel anders dan hier in België. Ik denk niet echt dat het... Ja, het schaatsen speelt natuurlijk een hele grote rol, maar... Ja, België ademt koers en in Nederland... Ja, je hebt stiekem heel veel mensen die, als je dan in de winkel loopt, die dan zeggen van, goed gereden van het weekend, dat je wel denkt van, kijk jij ook? Ja. Maar toch, als je aan het trainen bent en aan het fietsen bent, dan zijn er niet heel veel mensen gediend van een wielrenner. Dus ik denk dat het ook wel daar voor een stuk zit. Ja. Ze gaan denken, zo voel ik het toch, en ik zit ook al voor de helft heel mijn leven in Nederland... Met mijn vrouw en schoonfamilie en vroeger mijn werkgevers. Ja. Ik denk dat ze in België gaan we wel eens gewoon voor het plezier mee in de hype of in een vedette of in iemand, een sporter, aanbidden. Dat doen wij gewoon graag, denk ik, in Vlaanderen of in België. Ja. En in Nederland zijn ze daar toch iets voorzichtiger in of zijn ze daar iets nuchterder. Ja. Of zeggen ze van, die moet ook maar gewoon doen. Terwijl wij, ook al weten we het wel... Ja, vinden we het toch gewoon leuk om er wat in mee te gaan en een sporter toch nog een beetje op een voetstuk te plaatsen of bepaalde sporters. Staan ze daar zelfs ten opzichte van Mathieu van der Poel zo tegenover? Ja, Mathieu wordt dan wel sportman van het jaar ook in Nederland. Tegen Verstappen, denk ik. Mm-hmm. Maar ja, Mathieu is ik denk dat hij in Nederland beter de supermarkt kan inlopen dan dat hij het in België zou doen. Ik denk dat wij wel echt heel nuchter zijn in zulke dingen. Ja. Ja. Ja, Mathieu van der Poel, de naam is al een paar keer gevallen. Die heeft heel veel indruk gemaakt. Die rijdt eigenlijk smerig snel, zoals ze dat zeggen. Ja. En ja, dan gaat hij nog verbeteren hè, voor het WK dat eraan komt in Tabor. Ja, hij zegt het. We kunnen onszelf onze borst nat maken. Ja? Als hij nog beter gaat worden, dan, ja, dan gaat het eruit zien in Tabor. We zien het allemaal, hoe indrukwekkend het is. En we hebben er haast geen woorden meer voor, Bart, hoe hij er tegenaan gaat. Maar hoe is het om er zelf tegen te rijden en het zelf van op de eerste rij te zien? Want ja, jij staat op de eerste startrij, voor alle duidelijkheid. Ja, Ryan, ja. Dus jij zit bij hem in de buurt in het begin van de wedstrijd. Ja, het is natuurlijk ook maar gewoon een renner. En als ik het moet, geef ik hem ook een duw. Maar, maar je ziet wel aan zijn manier van fietsen dat hij wel imponeert. Hij dwingt... gisteren de eerste paar ronden, daar rijden ze in groep. En ik heb het ook teruggekeken, want ik zat zelf niet helemaal vooraan. Maar je ziet wel aan zijn manier van koersen dat hij wel gewoon... die tweede plek, die is van hem. En Sweek probeert er voorbij en hij geeft 2 trappen. En hij zit er weer voor en hij laat gewoon zien van kijk, ik rij hier. En ja, dat is echt... je ziet hem dan ook, dat klimmetje uit de kuil, zag ik hem dan gisteravond op tv daar omhoog knallen. En op tv, maar dat is echt stijl. Dat is echt een mul en dat is echt... En hij vliegt daar omhoog alsof het asfalt is. Dat is echt, hij begon daar ook het spoor te maken. Ja, dat is gewoon een andere dimensie. Hij was de eerste die begon boven en nadien hebben er nog meer boven gereden. Maar, maar langs de andere kant, het is ook niet nieuw. Hè. Het is al, hij rijdt 40 seconden weg, een minuut weg soms. De voorgaande jaren, toen hij goed was dat ook. Deed hij dat ook. Alleen had je toen soms wel een Van Aert die lang meeging. Mm-hmm. En dan, dan leek het was het niet zo opvallend dat hij er bovenuit stak. Maar het is nu ook niet nieuw. Dus het is ook niet dat hij minuten wegrijdt. Nee. En hij zal misschien nog ietsje beter kunnen worden. Of hij zal nog wat extra trainingen achter de hand hebben. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij nog procenten... Dat is heel moeilijk uit te drukken, want als hij nog procenten zou beter worden, dan moet hij nog minuten sneller gaan rijden. Ja, dat gaat ook niet gebeuren. Het gaat echt nog wel om kleine stukjes. Maar ja, hij is de beste en hij bepaalt het tempo dan ook. Dus dan heeft hij ook de overschot om eens een keer een hindernis te nemen die voor een ander die daar al aan zijn maximale hartslag aankomt, dan lukt dat al niet meer om dat te doen. Mm-hmm. Dus het is ook niet nieuw, maar het is indrukwekkend en hij is helemaal in orde. Ja. Ja. Ik vind wel soms dat je aan zijn lichaamstaal... Je ziet wel dat hij niet op zijn slof aan het rijden is, vind ik. Mm. Je ziet wel dat hij echt... Geeft. Dat hij er wel voor werkt, echt. Terwijl een aantal jaar geleden was je nog wel zo aan het rondrijden dat je dacht van... Hij rijdt een minuut voor en gisteren doet hij de laatste ronde natuurlijk rustiger. Dus komen ze nog op 20 seconden, denk ik. Mm-hmm. Maar je ziet wel ook aan hem dat het niveau in de cross wel echt gestegen is. Dat ook Van der Poel echt zijn best moet doen om ook in een paar ronden tijd dat gat te kunnen slaan. Ja. Maar ja, wat hij doet, dat is fenomenaal wel. Mm-hmm. Hij is er niet bij op het NK, zoals gezegd. Ja. En ook Fem Van Empel, die doet bij de vrouwen niet mee met het nationale kampioenschap. Hè? Dus dat is ook een open strijd dan bij absoluut. De vrouwen. Want ook Van Empel als wereldkampioene steekt er toch wel bovenuit in de crossen waarin zij aan de start verschijnt. Ja, ik wist niet dat ze niet meedeed. Niet echt gevolgd eigenlijk, maar dat wordt ook spannend daar inderdaad. Ja. Zeker een maand geleden en daarvoor was Van Empel, was er eigenlijk niets aan te doen, maar een Pieterse, Alvarado, als die top is, kwam al wel heel wat dichter in de buurt bij Van Empel. Dus op dat gebied denk ik dat moest ze hebben deelgenomen. Het zou denk ik de favoriete zijn op papier vooraf. Maar ik denk dat daar de strijd toch wel dichter bij elkaar had gezeten ten opzichte van beide mannen met Van der Poel erbij, denk ik. Ja, dat wel. Dus, hoe kijk jij eigenlijk naar het Belgisch kampioenschap, Ryan? Hoe schat jij dat in? De verhoudingen zoals die er nu voor staan? Ja, het spannendste sinds jaren, denk ik. Want je hebt jouw voormalige ploegmaats, Iserbyt en Van Toerenhout aan de ene kant. Iserbyt ziek geweest en daar toch wel nog altijd van herstellende. Ja. Van Toerenhout een beetje wisselvallig dit seizoen. Wel gewonnen in Gullegem in de aanloop naar dat kampioenschap. Je hebt dan jouw generatiegenoot, Thibaut Nys ook, die pretendeert om daar goed mee te doen. Of toch nog Laurens Sweek? Ja, ik heb toevallig vanmorgen met Toon zitten appen, Toon van de Bos. Dat ik ook zei, van, als jij rijdt zoals dat je gisteren aan het koers was, dan rij je ook voor te winnen. Het is zoveel gasten kunnen er meedoen. Ik vind het misschien nog wel spannender dan mijn eigen kampioenschap rijden. Ik kan ook wel echt opgaan in zulke wedstrijden van buitenaf. Maar het wordt wel heel spannend. Ja. Wat denk jij, Bart? Absoluut spannend, open. Het ligt een beetje open. Vaak in de aanloop naar zo'n kampioenschap, we zijn er nu aan begonnen. Er wordt enorm veel gezegd, geschreven en misschien die is nog wat frisser of dit of dat. Nu, iedereen heeft die zware periode achter de rug. Er wordt deze week in principe goed gerust ook. Dus iedereen fit met gelijke wapens aan de start met zo'n kampioenschap. En als ik zo terugdenk in al die jaren, is het toch wel heel vaak iemand die al een heel seizoen goed is, die dan ook wel die titel pakt. En het is heel zelden of moeilijk om een renner die al een minder seizoen heeft, om dan toch nog naar huis te gaan of het seizoen goed te maken met één titel. Komt niet zo heel vaak voor. Dus op dat gebied denk ik dan dat bijvoorbeeld voor een Sweek de kans wat kleiner is. En denk ik dat Iserbyt tegen dan wel klaar gaat zijn om terug te laten zien dat hij toch wel een heel sterk seizoen constant achter de rug heeft. Ja, inderdaad. Want Iserbyt, dat is tot en met Diegem geweest, dat hij echt wel op een hoog niveau zat. Hè? Ja. Van in Waterloo, Beringen. Ja en ook wel eens mindere dagen erbij, maar dat hij dan toch nog, in de laatste ronde nog voor elkaar speelt en dan toch nog van de vijfde naar de derde te rijden of zo bijvoorbeeld. En je echt denkt van, jongen, waar haal je het vandaan? Dan sleept hij nog net een paar extra. Ja. En dan kijk je naar die uitslag en dan denk je, dat valt toch nog mee. Ja. Terwijl die echt slechte of moeilijke, moeilijke momenten heeft in een wedstrijd, waar de meeste renners niet meer van bekomen. Ja. Op een of andere reden, gisteren ook, had hij ook een paar ronden. Na een paar ronden was duidelijk dat het gewoon veel te snel ging voor hem. Ja. Heeft hij zich toch ergens kunnen herpakken. Ja, en dat tweede deel was eigenlijk supergoed. Want ik zat bij hem en ik ken zijn lichaamstaal al wel een beetje. En ik denk, daar zal niet veel meer op zitten. En in één keer, we hebben anderhalve ronde samen gereden en in één keer kletst hij bij mij weg. Dat je denkt van, toch weer iets gevonden. Ja, dat is echt... Ja. Ja. En hij heeft een goede... Een derde van een ronde kan hij echt wel... 5 à 10 seconden sneller rijden dan de rest. En dat is vaak zijn pluspunt om een koers te winnen of om voor een bepaalde plek in de finale die veilig te stellen. Ja, en dat is wel een grote kwaliteit als veldrijder als je dat kan. Ja, en het is ook zo dat de plaatsen, de resultaten van Zonhoven niet noodzakelijk weerspiegeld worden op een Belgisch kampioenschap. Nee, je moet nog wel bij hem dan in zijn geval even rekening houden dat hij eigenlijk in die drukke periode op het einde erdoor zakte door ziekte, blijkbaar. Mm-hmm. Hè? Ja. In eerste instantie, het zal ook voornamelijk vermoeidheid zijn en je bent dan vatbaar, maar blijkbaar toch maag-darmproblemen. Ja. Als dat volledig uit zijn lijf is en hij heeft wat gerust en helemaal opgeladen, dan gaat die vorm die hij had niet ver weg zijn. Nee. Dat kan niet. Nee. Nee. Het WK in Tabor, dat is begin februari, Ryan. Ga jij ervan uit dat je meegaat? Ik heb ik heb wel redelijk vaak contact met Gerben de Knegt. Mm-hmm. De selectie is er nog niet, maar ik ga er wel vanuit dat ik wel die kant mag op gaan. Dat is ook een geruststelling natuurlijk. Alleen neem ik aan als... dat is natuurlijk wel weer het voordeel van Nederlander te zijn. Hè? Dat je iets minder stress en iets minder... ook, zoals naar de kampioenschap toe, dat er gewoon bij ons veel minder commotie en veel minder over geschreven wordt. En er is een plekje meer, dacht ik, met de regerend wereldkampioen. Is sowieso geselecteerd. Dus kan maar net... dat scheelt toch weer net. Ja zeker. Mm-hmm. Ja. Nee, maar ik denk wel dat ik mee mag gaan. Ja. Het wordt dan jouw tweede WK bij de elite vorig jaar in Hogerheide was je er ook bij, in steun van Mathieu van der Poel. Het is zwaar uitgedrukt inderdaad, want eigenlijk komt erop neer dat hij er bovenuit steekt en dat zal in Tabor zonder pech niet anders zijn. Dus het gaat om de tweede plaats voor de rest. Ja, inderdaad. Ik denk dat Mathieu is daar ook zelf vrij nuchter in, denk ik. Bijvoorbeeld, we hebben ook de avond van tevoren de besprekingen van de koers en dan... Ja, dan wordt Mathieu ook al eigenlijk een beetje links gelaten. Want Gerben durft dan nog wel eens te zeggen van ja, als je voor Mathieu iets kan doen, dan moet je dat doen. Maar ja, iedereen weet toch al. Ja, wat zou je kunnen doen bijvoorbeeld? Is daar een voorbeeld van wat je kan doen? Ja, een keer remmen. Of, niet in de weg rijden. Ja, bijvoorbeeld. Inderdaad. Inderdaad. Nee, ik denk wel dat er... Maar Mathieu koerst ook vaak graag in het begin al fel, waardoor er in een veldrit al heel veel afvalt eigenlijk. Ja. Moest dat een renner zijn die het vaak in de allerlaatste ronde pas forceert, ja, dan kun je als ploegmaat eventueel in een WK, waar er een groepje is van 5 renners, kun je wel echt wel wat betekenen. Maar ook de manier zoals hij koerst, plus het feit dat hij er bovenuit steekt, nu al. Hij praat maar van 1 wedstrijd. Ik denk dat hij daar echt niet gaat riskeren om in een groepje te zitten, als het niet nodig is. En eventueel door een remfout van iemand anders in de problemen te komen. Ik denk dat gaat hij wel willen uitsluiten in ronde 1, vrees ik. Maar hij is daar zelf ook zo nuchter in dat als we het erover hebben, dat je ook de indruk krijgt van hem van ja, we hoeven het er niet over te hebben, want ik rij mijn koers en wat jullie doen, rij jullie eigen koers maar. Zo is hij ook wel, denk ik. Ja. En hij zal er in de eerste ronde wel al een lap op geven waarschijnlijk. Maar je weet nooit, hè? Er kan van alles gebeuren. Het moet gereden worden. Dus als je in de buurt zit, dan denk ik dat iedereen wel weet waar je zou kunnen. Ja, tuurlijk. Maar heel veel gigantische verschillen moet je je daar niet bij voorstellen. Maar er zijn toch wel... Je kunt altijd wel iets betekenen. Al is het maar eens 1 stuk op kop rijden. Start-finish of een lang stuk. Als er iemand aan het terugkomen is, kan wel een verschil geven. Ja. Ik herinner me bijvoorbeeld, Ryan, in Dubendorf, waar jij wereldkampioen wordt bij de belofte, dat Mathieu bij de profs eigenlijk van centimeter 1 vertrok en de koers was afgelopen. Hè? Dus in die zin, wat kan je voor zo iemand nog betekenen? Dat zegt alles. Hè. Dat is, als hij er van in het begin vandoor kan gaan. Vorig jaar in Hogerheide was het nog een beetje van, er moet plaats gemaakt worden, want die mannen stonden op de tweede startrij of zo. Je moet zien dat je zeker niet in de weg rijdt, zoals jij al aangaf daarnet, Bart. Dus maar dan dat nog, kan dan ook wel, het moet gereden worden. Je weet het nooit. Dat is het mooie aan sport. Het moet gereden worden. En wie weet gebeurt er iets atypisch, een mindere dag of iemand supergoed... waar je niet van verwacht. Materiaal kan van alles zijn. Dus Ligt dat parcours in Tabor jou, Ryan? Het is een parcours waar ik nog niet vaak slecht heb gereden, inderdaad. Het is wel... ik vind het een mooie omloop. Alleen, ik heb nog nooit in die periode van het jaar daar gereden. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ja. IJs of sneeuw of... toen Mathieu wereldkampioen werd daar, dat het juist weer gaat dooien en dat het juist weer heel moeilijk wordt daar. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Ja. Jij hebt daar ook verschillende omstandigheden meegemaakt, geloof ik. Ja, 2 WK's, dacht ik. En telkens het eerste WK dat bij de belofte als eerstejaars heb ik daar gereden. Dan lag er 5 centimeter sneeuw, ijs. Was het echt bevroren tot en met. En dan is het een dag later bij de profs wel gaan dooien. Toen Vervekke won. En echt helse omstandigheden, want dat was ijswater van boven tot onder voor die mannen. En dan het tweede WK was zo een beetje tussenin. Niet echt de sneeuw, maar wat ijsplekken. En toch wel ook de dagen ervoor toch ook bevroren. Dus ik zou er toch... De kans is toch wel aanwezig dat het rond die 0 graden... En dan kan het echt 2 kanten op. Ja, ja. En hoe zie jij het dan evolueren voor die tweede plaats, Ryan? Het hetzelfde als wat we net over hadden... 10 man. Ik kan zelf ook tweede worden als ik daar een goede dag heb. Het is zo breed, daar kun je nu nog niks over zeggen. Nee. Leent Tabor zich op dat vlak ook een beetje tot tactiek in de mate van het mogelijke? Of niet? Als het de afgelopen jaren, zoals wij daar denk ik in in oktober of november steeds gereden, dan is het wel een in het wiel zitten koers. Dan kun je daar wel, dan kun je daar wel op rijden. Maar als het echt nat ligt en technisch wordt het lastig, dan wordt het gewoon rijden voor wat je waard bent, denk ik. Als je daar nog nooit op de plek zelf bent geweest, dan op tv zie je het niet zo. Maar je moet toch wel wat hoogtemeters. Ja, het gaat serieus maar ook en wel, ja. Er zijn wel langere stukken waar echt iemand met een goede dag, met kracht, vind ik toch wel... Ja. In de tweede helft van de koers is het daar wel lastig. Nee, dat wel. Ja. Na een half uur cross, dan begint het daar echt wel op die langere stukken. Conditioneel ook wel. Ja. Maar je kunt wel inderdaad op veel plekken goed in het wiel zitten. Maar ja, op het tweede deel is het ook gewoon conditie. Ja. En zeker geen oneerlijk parcours. Verre van zelfs. Ja. Ga je na het WK nog alle wedstrijden rijden, normaal gewoon tot Oostmalle, ja. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Helemaal tot aan het gaatje, om het zo te zeggen. Ja, en zeker. En daarna is het nog afwachten voor jou? Of hoe zit dat dan? Ja, ik ben eerlijk gezegd zelf nog niet echt mee bezig. Maar ik hoop natuurlijk wel dat ze me ook daar in ondersteunen. Maar daar ben ik momenteel nog niet echt mee bezig eigenlijk. Gewoon eerst even lekker de winter afrijden. En dan zien we vanzelf wel hoe het gaat. Het zal ook wel weer goed komen, denk ik. Ja, maar ik hoop stiekem wel dat ik gewoon een wegprogramma... Sweek kan doen. Gewoon wat hun doen, zeg maar. Ah, ja, inderdaad. En ja, je moet nooit wanhopen, Bart, want er is het verhaal van Julien Vermoten, die heel lang zijn plan heeft moeten trekken, nu tot zijn 34e en toch nog een plaats heeft gekregen bij Visma Lease Bike dit seizoen. Is dat echt al ja, dat is officieel. Ah, okay. Ja. Nee, absoluut. Ja, we hebben het straks al even gezegd. Het kan ook heel snel terug in zijn plooi vallen, zeg maar. En dan ben je misschien weer voor een paar jaar vertrokken. En, meer kun je ook niet doen, denk ik. Het profleven is hard. De topsport is hard. Maar je kunt niet meer doen dan je best en er plezier in hebben. Ja. En dan komt er een dag waar het wel gewoon in zijn plooi valt. En dan komt alles goed. Goed mannen, we gaan hier al moeten afsluiten. Helaas, we hadden nog heel erg kunnen doorbomen over de cross en de koers in het algemeen, maar onze tijd is helaas beperkt. Ik ga je bedanken, Ryan, en nog heel veel succes wensen in de rest van dit seizoen. En Bart, jij bent erbij voor de wereldbekermanches in Benidorm in Hogerheide, voor de resterende wedstrijden die wij nog gaan uitzenden op Pix Sports, met ook de superprestige in Middelkerke niet te vergeten. Bedankt voor het kijken en het luisteren en graag tot een volgende keer.